Mijn kinderen aan het complimenteren voordat ze lopend of op de fiets naar school gaan. Ja, en misschien zijn ze het steeds niet gelopen. Doen jullie dat al lang? Nou, dit is zeg maar de week voor cycling voor school. En als je dan op fietsend of lopend naar school komt, dan verdien je iets. Christa, ik kom hier vanmorgen aan, fietsen bij school. En normaal ben ik hier gewend en dan moet je zo uitkijken voor de auto's. Maar waar waren die auto's vanmorgen? Gewoon, ik zag allemaal kinderen op de fiets en lopen en allemaal vol goede moed. Allemaal goed gemutst. Ja, klopt. Dat is speciaal voor Cycling for School. Hebben we gevraagd of de ouders niet meer hiervoor willen parkeren. Maar er zijn prachtige parkeerplekken aan de boterakkers aan twee kanten. En dan lopen de kinderen gelijk 's ochtends een stukje naar school. Dan worden ze lekker fris en fruitig, komen ze dan de klas in. Ja, maar waarom moet dat zo in één keer? Ik bedoel, die school staat er al jaren. Het is een speciaal project, dat heet Cycling for School. En dat is een project van Jongeren op Gezond Gewicht en samenwerking met SOAP. En waarom we dat doen is eigenlijk om ook wat meer verkeersveiligheid toch nog te krijgen hier bij de school. En wat extra bewegen is voor kinderen altijd goed. Dus we sporen ze aan om 's ochtends een stukje te lopen of eigenlijk het liefst zelfs op de fiets naar school te komen in plaats van met de auto. Vindt u het ook wat veiliger en makkelijker? Sowieso wel. Het was al wel een afspraak dat we niet in deze straat zouden parkeren voor de veiligheid van de kinderen. En daar hield ik me altijd al wel aan. Ja, dit is dan nog een paar stappen verder. Dat is dan extra voor de actie, dus dat is natuurlijk ook leuk. Maar voor de buurt is het wel meer verspreid, denk ik ook. Ja. En vinden de kinderen prima om 's ochtends een stukje te lopen? Ja, prima. Zijn jullie lopend naar school gegaan? Ja. Ja? Ja? En doe je dat altijd? Ja. Of alleen deze week? Alleen deze week. En hoe is dat? Leuk. Ja, we zijn enthousiast. Het is een mix van veiligheid en meer bewegen. Dus door de kinderen met de fiets of te voet naar school te laten gaan, bewegen ze meer. En aan de andere kant, door het aantal auto's terug te dringen rond school, draagt het bij aan de veiligheid. Je ziet dat er veel ongelukken gebeuren doorgaans, waar snel en langzaam verkeer met elkaar mengt. En door zoveel mogelijk auto's weg te houden van school, zorgt dat voor een veiligere omgeving. Dan hoor ik, hè, beweging allemaal goed voor de kinderen, maar kinderen willen ook vaak een beloning. Zit dat er ook in? Ja, zeker. Als ze deze week goed hun best doen en meer op de fiets of lopend naar school komen, dan krijgt de school een mooi bedrag van €500 om te investeren in verkeerslessen en materialen. Ze proberen zoveel mogelijk te gaan lopen. Lopen? En waarom is dat? Dan kan je de derde, de tweede of de eerste zijn. Ja. Wedstrijd. Is het een wedstrijd, juffrouw? Oh. Wedstrijd in school, want loop of fiets, dan verdien je iets. Hoe meer stickers er komen om te lopen of te fietsen, of als je met de auto komt, dan moet je hem op een veilig plekje zetten, zodat je lopend naar school komt. Dan kun je stickers verdienen. En waarom? Omdat het belangrijk is voor de veiligheid van de kinderen. En omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen goed bewegen. Ja, als je beweegt 's morgens, dan ga je hersenen al. Tenminste, ik merk het ook. Ik ben klaar wakker. Ik ben op de fiets hier gekomen. Precies. Ja, zo werkt dat inderdaad. Dus ik mag een stickertje plakken? Eigenlijk wel, ja. Ja. En Sven? Hoe? En op een veilig plekje, Sven? Heeft papa de auto goed geparkeerd? Ja, was je goed streng tegen hem? Ja, was je op je eigen fiets, Tony? Met mama. Super, jongen. Ja. Juf? Ja, ik was gisteren met de fiets. Heel goed. Ja, ligt eraan. Wij. Ja, ik woon aan de Bovenheide, even over het viaduct dan is, helemaal. Dan is de fiets, ja, fietsen is wel te doen. Maar vanmorgen, ik moet vanmiddag weer op tijd weg. Dus ben ik wel met de auto gekomen. Maar ik heb hem wel op een veilig plekje gezet, zodat ik wel even een stukje moest lopen. Want er was ook hiervoor al gelijk een plekje. Maar ik heb hem ietsje verder gezet. Ja, dus wel goed bezig. Ik probeer ook goed bezig te zijn. Want ik moet wel het goede voorbeeld geven, niet jongens? Ja, en is dat hier bij de rank? Is het alleen van de rank of zijn er meerdere scholen die meedoen? Nee, de Wereldwijde heeft ook al meegedaan. Die deed 2 weken terug de actieweek. En deze week is de actieweek bij de rank. Oké, 2 weken terug. Weet je al, als ze nu nog steeds lopen fietsen of krijgen jullie dat niet echt mee? We hopen natuurlijk wel. We gaan waarschijnlijk nog wel een eindmeting doen. Want het is ook een nulmeting geweest. Dus leerkrachten hebben stiekem gevraagd hoe kinderen naar school komen. En dan in deze week meten ze dat weer met een speciale poster. En daar krijgen we dan cijfertjes uit of daar wat is veranderd. En dan hopen we natuurlijk dat we een gedragsverandering op wegen teweeg brengen. En levert dat de school nog wat op? Zeker. De school, als ze hard hun best doen met de leerlingen dan, en er is misschien wat veranderd, dan krijgen ze van de gemeente €500 om te investeren in verkeerslessen. Lopen of fietsen, dat verdien je iets!
Groep B.